Onze volgende gast, dames en heren, is Gaëtan Rutte. En Gaëtan Rutte, die leeft al 4 jaar met haar tweede ruilhart. Je zou er bijna de tel bij kwijtraken. Maar ze probeert een normaal leven te leiden zoals u en ik. Maar ja, goed, kan dat nog? Kan je nog plannen maken? Over de gevolgen en de consequenties van zo'n ruilhart praten we dus nu met de dame in kwestie, Gaëtan Rutte. Gaëtan, goedenavond. Kan je eigenlijk nog een normaal leven rijden? Ja, eigenlijk wel, ja. Van 's morgens tot 's avonds leid ik een leven gelijk iedereen anders. Behalve dan de kwestie dat ik mijn pillen moet nemen. Want daar buiten... Zijn dat veel pillen? Dat zijn er 's morgens een stuk of 6 en 's avonds ook. Van niks meer problemen, dus je bent ook niet meer moe. Je kan fietsen, lopen, is alles? Ja, ik kan alles naar hartelust doen. Het was vroeger anders toen je jong was. Inderdaad, rond mijn 16e levensjaar was het voor mij niet mogelijk om gewoon te fietsen. En dat heeft toch geduurd zo tot mijn 18e eigenlijk. Mm-hmm. Toen heb ik zwaarder problemen gekregen dan. Ja, hoe zwaar waren die dan? Wel in die zin dat ik dus daadwerkelijk constant thuis moest zitten en nooit meer weg kon en heel vlug uitgeput was. En aan de hand daarvan is dan natuurlijk het grote incident gebeurd, waardoor ik wist wat er aan de hand was. Ja. Wat was dat incident? Mijn hart was veel te groot en mijn hartspier was veel te zwak. En dat samen zorgde ervoor dat ik een zeer vermoeid hart had, waardoor ik geen inspanningen meer kon doen. Wanneer is het dan helemaal fout gelopen? Dat was toen men deze vaststelling heeft gedaan en dat is geweest op 14 april 1990. Mm-hmm. En toen ben ik dus stilgevallen in die zin dat ze mij 1,5 uur hebben moeten reanimeren. Mijn longen waren vol water gelopen en ik had het dus begeven. En na een maand op intensieve in Leuven gelegen te hebben, heeft men het besluit genomen van de onderzoeken te starten voor het doen van een transplantatie. Ja. Je was dus toen klinisch dood, je leefde niet meer. Inderdaad, ik ben meerdere keren klinisch dood geweest. Ja. Weet je daar nog iets van? Nee. Voor of na uit die periode? Ook niet. Er is geen wit licht? Absoluut niet. Voor mij toch niet. Niet weggelegd zal het zo zijn. Des te beter voor die mensen waar het wel bij is. Maar helaas voor mij niet. Dus, ja. Je was toen een meisje van 19 jaar. Inderdaad. Hoe ga je daarmee om? Als je weet, je krijgt een ander hart. Het is een risicovolle operatie. Wel, je staat er gewoon niet bij stil. Men confronteert u daar nooit mee. Niemand moet daar ooit over nadenken. Ik had verwacht een leven te hebben zoals iedereen anders. En opeens houdt dat op en moet men zware beslissingen nemen. Dus wil je een ruilhart hebben, wil je heel dat proces doorstaan. Met de gevolgen van nadien natuurlijk. En je neemt die beslissing zonder verder bij na te denken. Mm-hmm. Dus het verdere nadenken komt achteraf pas. En dat is dan veel zwaarder. Ja. Ik had ook geen tijd om na te denken. Maar het was niet het enige, er komt ook nog een tweede ruilhart. Inderdaad. Mijn eerste ruilhart heeft het na 2 jaar en 2 maanden begeven. Hoogstwaarschijnlijk omdat ik mijn pillen niet op tijd nam. Ik had het idee dat het toch niet zo erg nodig was, die stiptijd. En daar ben ik veel te laks mee geweest. En daar heb ik van moeten leren. Dus ik heb inderdaad een tweede ruilhart nodig gehad. Ook omdat je waarschijnlijk daar gezonder uitkwam dan voor de operatie. Dacht, ja, die medicatie is voor niks meer goed. Ja, natuurlijk. Alles ging veel simpeler en zo. En ik vond het bijzonder overbodig om 's morgens en 's avonds telkens opnieuw mijn medicamenten te nemen. Ten slotte, zulke kleine dingetjes die mijn leven in controle zouden kunnen houden, leek mij absurd. Dus vandaar dat ik die beslissing genomen heb en af en toe wat later of helemaal niet. Of... Mm. Ja, ik hield er zo geen rekening mee. Ja, en daar zat je dan de tweede keer. Is dat de laatste keer in tweede ruilhart? Ik hoop van harte van wel natuurlijk. Daar zat ik dan. Maar kan een derde keer? Daar weet men nog niet van. Dus 2 keer is weliswaar al gebeurd. Maar 3 keren nog niet. En ik heb die vraag natuurlijk gesteld van wat gebeurt er wanneer ik een derde ruilhart zou nodig hebben. En men heeft geantwoord dat men dat dan zal overwegen en dan zal zien hoe gezond dat ik ben. Want het is een zeer grote inspanning voor het lichaam, zulke operatie. Mm-hmm. Jij was ook een model, veel met je uiterlijk bezig. Ja, je komt ook niet zo mooi, denk ik, uit zo'n operatie. Nee. Toch niet onmiddellijk daarna? Nee. Had je daar geen problemen mee? Heel erge problemen natuurlijk. Ik was gewoon van er beter uit te zien. En ik had regelmatig fotosessies. En plots was het allemaal gedaan, liep ik met een cortisone gezicht rond. Dus redelijk gezwollen, eigenlijk heel gezwollen. En dat zat mij zeer dwars, ja. Ja. Nu, ik zou me geen minuut gerust meer voelen. Het
Er zijn momenten dat het minder makkelijk is, inderdaad. Maar het is wanneer dan bijvoorbeeld? Als ik 's avonds in bed lig en ik woon alleen, dus dan lig ik alleen in bed. En dan is het moeilijk wanneer ik begin te piekeren of zo. Dat voel ik mijn hartritme veranderen. In mijn gedachten natuurlijk, want er gebeurt uiteindelijk toch niets. Maar dan maak ik het zelf zo erg dat ik een paniekaanval krijg. En dat gebeurt vrij vaak. Ja. Weet je nu over de levensverwachting van mensen met getransplanteerd hart? Hoeveel tijd hebben die nog te leven? Weet men daar iets over? Wel, het is natuurlijk zeer moeilijk voor de professoren om daar een getal op te plakken. Omdat ieder persoon is anders. Uw leefgewoontes zijn anders. En men hoopt er natuurlijk het beste van. Maar normalerwijze denk ik dat zoiets zal liggen rond de 10 jaar. 10 jaar? Ja, maar ja, bij mij is het ook na 2 jaar misgegaan. Dus ik vertrouw er niet zo erg op. Maar hoe ga je daarmee om, met die wetenschap? Dat je weet dat het kan afgelopen zijn volgend jaar, 10 jaar, 15 jaar? Moeilijk is dat, ja. Ik denk heel anders en ik ben een planner ook. Ik zou het liefst weten wat ik morgen zou doen of volgende week of zo. En zo kan ik eigenlijk niet leven. Ik zou het best vandaag leven. En dat is nogal tegenstrijdig bij momenten. Ja, heb je dan niet de neiging om van alles te gaan genieten? Zo van, ik wil dat nog meemaken. Een soort stress van het genieten bijna. Wel, in het begin heb ik dat gedaan. Oh, bij elke zonsopgang, de tranen in mijn ogen. Jeetje, daar weer een zon en kijk, die zie ik en ik leef weer. Maar dat gaat zeer vlug over en gerelativeerd heel vlug. En voor mij is het leven vandaag gewoon zoals dat van iedereen, denk ik. Ik denk op het moment wanneer ik gelukkig ben, dat dat het beste is wat ik kan bereiken. Ja. Ook geen dingen die je nog zou willen realiseren, zo snel mogelijk? Dingen die je wilt doen, zo snel mogelijk? Nee, ik ben niet zeer gelukkig. Je blijft er rustig bij en je bent tevreden. Ja. Dat is de manier, denk ik. Hè. Waarschijnlijk. Brengt dit nu stress mee, televisie? Wel, mijn hart deed net het ritme van het muziekje mee, dus het zal wel. Maar nu ben ik terug rustiger in. Ik wil je bedanken voor je getuigenis. Het moet niet makkelijk zijn. Bedankt, Gaëtan Rutte. Dank je.